Hoi, in deze video leg ik je uit hoe je met Lego een bal kunt maken. Moet je kijken, zo tof. Deze hier kun je dus gewoon mee gooien, mee rollen, wat je maar wil. Dit heb je nodig om de bal te maken. Zorg ervoor dat je deze Lego blokjes klaar hebt liggen. Dat zijn 12 2x1 plaatjes, 6 2x2 plaatjes, 6 2x4, 8 4x4 plaatjes en deze Studs Not On Top blokjes. Dat betekent dat je ook aan de zijkant kunt bouwen. En daar heb je er 8 van nodig. Die gaan we zo meteen op 2 plaatjes doen. En de andere plaatjes zijn de buitenkant van de bal. Dus let op, wat doen we als eerste? Je pakt de Studs Not On Top blokjes. En die plaats je zo erbovenop. Dat doe je dus 2 keer. Nu gaan we nog 6 dezelfde plaatjes maken. Eerst de 2x4 in het midden. Daarbovenop komt de 2x2 en aan de zijkant de 2x1. Kijk, zo. En dit doe je 6 keer. 1, 2, 3. Ja, daar zijn ze. En nu kun je dus heel makkelijk een bal hiervan maken. Kijk maar. We doen deze hierop. Ja. En nu kunnen we de andere andersom erop doen. Kijk maar. Zo. En nu passen daar weer precies de plaatjes op. En zo maken we hem helemaal dicht. En je merkt nu dat hij nog niet zo stevig is. Maar aan het einde is hij super stevig. En kunnen we ermee gooien en rollen. Heb je deze bal gemaakt? Doe even een duimpje omhoog. Super tof. En in andere video's leg ik ook nog uit hoe je een kleuren dobbelsteen en een gewone dobbelsteen van Lego kunt maken. Check de beschrijving voor die video.